Nou Martijn, de Yuki Open was jouw eerste match bij de PDC. Het is zeker in de beginfase wel vergelijkbaar met de Dutch Open. Is dat iets wat jou goed ligt? Jawel, Dutch Open is wel een toernooi geweest waar ik al door de jaren heen altijd wel redelijk goed gepresteerd heb. Eigenlijk had ik altijd de zondag wel. Nou, als je de zaterdag al doorkomt, dan moet je al een flink end, flink wat partijtjes gegooid hebben, ben je al een flink end onderweg. Dus dat is zeker wel iets wat me ligt. Alleen, het is qua format misschien hetzelfde, maar qua spelers, qua dingen is het natuurlijk wel een groot verschil. Ja. Maar ja, dat maakt het natuurlijk wel weer mooi. En speel je in de eerste ronde tegen Dirk Telnikus, de tegenstander die je goed kent. Is dat dan handig of is het dan ook jammer juist omdat je hem goed kent? Ja, het is een beetje dubbel. Kijk, het is niet alleen iemand die ik goed ken. Ik slaap vanavond zelfs nog bij hem op de kamer. Dus we zijn gewoon kamergenootjes. Dus misschien dat ik zijn neus een keer dicht kan trekken vannacht of zo. Maar nou ja, goed, aan de ene kant is het een voordeel. Je weet precies wie je tegenover je hebt. Je weet precies tegen wie je speelt. Je weet wat zijn capaciteiten zijn. Je weet wat hij kan. Aan de andere kant moet je dat dus ook weer gaan uitschakelen morgen. Dat is gewoon echt je eigen ding pakken, eigen voorbereiding pakken. Want uiteindelijk sta je wel voor jezelf te spelen en niet voor hem. Maar als je dan met elkaar optrekt, zit je dan een beetje onderling nog een beetje dan te dollen over die wedstrijd? Of moet je er wel een beetje met je eigen dan? Op dit moment hebben we dat eigenlijk nog niet echt heel erg over gehad. Ik denk dat dat meer iets is weer voor later. Alleen, ja, aan de andere kant, bij de PDC zijn er best wel veel belangen. En nou, wij zijn niet dan de personen naar elkaar die gaan lopen geiden. Of stel dat ik morgen win, dat ik hem dan ga lopen jennen of andersom. Dat gebeurt bij ons niet zo snel. We houden wel gewoon het respect naar elkaar toe. Nou, bij je eerste pro-tour hou je de laatste 32. Bij je eerste Euro-tour de laatste 16. Heb je het daar een beetje kunnen vinden dan? Ja, zeker. De eerste paar pro-tour weekenden gingen echt wel fijn. Toen de derde pro-tour weekend probeerde ik mijn nieuwe dart uit. Nou, dat was nog niet je van het. Dus ben ik met de Eurotour mijn oude setup weer gepakt. Nou, dan was ik wel de eerste Eurotour meteen de zondag halen, finale dag halen. Was ik wel uitermate tevreden over. Van tevoren had ik er alleen maar op gehoopt. En nou, dat je dan redt, spelers verslaan als Bunting, Joe Cullen. Dat zijn gewoon hele goede spelers die al jarenlang meedraaien hier bij de PDC. Dus dan is het heel fijn dat je na een minder weekend op de Eurotour dan het kan rechttrekken. En ja, weer op schema ligt voor wat ik een beetje in mijn hoofd heb zitten. Ga je dan de Europa met jouw spijlen dan spelen? Ja. Ik hou nog even mijn oude pijlen. Kijk, het voordeel is over 2 weken is de tweede Eurotour. Daar ben ik niet voor geplaatst. En daar zie ik een mooi moment om dan wat langere tijd ook echt die nieuwe pijlen te pakken. Ik denk dat er nog wel een kleine verandering in die pijl moet aangebracht worden. Ze zijn een tikkeltje te zwaar, denk ik. Maar dan moet ik ook nog iets meer mee gaan trainen om te kijken van ja, waarom precies datgene ligt. Van waarom het er toen niet uitkwam en met mijn oude setup wel. In welk opzicht is het spelen bij de PDC anders dan wat je in het verleden gewend was? Nou ja, sowieso is het niveau natuurlijk anders. Bij de BDO-toernooien, of nu WDF-toernooien, had je vaak in een eerste of tweede ronde, zeker ik als geplaatst speler, nog wel regelmatig een makkie, om het maar zo te zeggen. Nou, hier heb je dat niet. Iedereen die een tourkaart heeft, kan gewoon darten. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat als je de pro-tour hebt en de eurotour afgelopen weekend ook, het is zo goed geregeld voor de spelers. De banen zijn strak, het strakke tijdschema's worden overal aangehouden. De regels die er zijn worden ook daadwerkelijk gehanteerd. En als je er niet aan houdt, dan heb je gewoon grote dikke pech. En dat werkt wel heel fijn, moet ik zeggen. Dus daarmee ben ik wel heel erg blij op dit moment dat ik bij de PDC speel. En dat ik vooral dan maar lekker het hoge niveau opzoeken. Maar daar word je zelf ook weer sterker van. Nou, vooral omdat de randzaken gewoon verdwenen zijn. Dat je echt puur op het spel dan kan richten. Ja, kijk, ik heb natuurlijk een half jaar lang ben ik alleen maar bezig geweest met het uithalen naar de BDO. En bezig zijn met het molestreren eigenlijk van de heer Jacqueline. Maar dat was wel altijd met een bepaalde gedachte, omdat niet iedereen zei er wat over. Alleen nu, zeker na het BDO-WK, is dat boek op een gegeven moment gewoon gesloten. En toen ik mijn tourkaart haalde, natuurlijk helemaal. Want dan moet je je niet meer met dat soort dingen bezighouden. Laat het maar lekker uitzoeken. Ik focus me lekker op mijn dingetje bij de PDC. Ja, vlak voor de eerste pro-tour weekend was voor mij ook een briefing. Ben je daar nog heen geweest? Een brief voor nieuwe tourkaarthouders. Ja, ja. Heb je daar nog wat van opgestoken? Nou, je krijgt gewoon even heel veel informatie krijg je. Mensen leggen uit ook als het toch gaat om belastingtechnische zaken. Van ook met in Engeland weer, met wat je terug kan krijgen. Het is altijd wel handig om dat soort dingen te weten. Je gaat natuurlijk wel een hele andere wereld in. Het is nog steeds wel de dartwereld, maar een wereld waarin veel meer geld zit als bij de BDO. Dus er zijn veel hogere bedragen te winnen. Dus er komen allemaal weer dingetjes bij kijken. En dan is het wel handig dat je zo'n briefing hebt. Dat je even de informatie krijgt. En die informatie kregen we ook gewoon weer op de mail en dat soort dingetjes. En dat is gewoon heel fijn. Dingen zijn hier gewoon heel erg helder, heel erg duidelijk uitgelegd voor je. En het wordt je eigenlijk gewoon best wel makkelijk gemaakt eigenlijk als het om de regels gaat. Ja. En vanwege je tourkaart sta je ook op de UK Open. Op welke tv-toernooi richt je nog meer dit jaar? Nou, mijn hoofddoel is natuurlijk het WK halen. Dus dat was echt wel mijn belangrijkste doel.
Play Championship Finals, nou, vind ik van als je gewoon bij de top 64 kan zitten, dan dat moet haalbaar zijn, dat toernooi. En voor dit jaar is een matchplay, dat soort dingen. Die ranking liep al wat langer, dus wij stappen er wat later in. Dus dan moet je wel heel, heel, heel goed gaan presteren, wil je dat bereiken. Dus mijn doel heb ik nu vooral gelegd op EK dan. De Eurotour, zeg maar, die EK, WK en eventueel die Play Championship Finals. Nou, als ik dat in principe in mijn eerste jaar zou weten te behalen, dan mag je spreken van een goed eerste jaar. Hij is dus UK Open, dus succes. Dankjewel.